De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Zie maar of je er wat aan kan doen. Ik weet dat ze het goed bedoelen, maar het wordt een ramp. Jeff en Karens idee van de feest is niet bepaald mijn idee. Ik weet precies hoe het wordt. Hé, maar wacht even. Hier klopt iets niet. Ik had begrepen dat het een verrassing zou zijn, toch? Het was toch een surprise party? En? Nou, hoe kan het dan dat jij er iets van af weet? Linda hoorde Karen en Sandra erover praten. En dan gaat ze dat meteen aan jou vertellen? Ja. Leuk. Wegverrassing. Ja. Ik bedoel, nee. Ze mogen namelijk niet weten dat ik het weet. Dat is onze verrassing. Verdomme, Peet, je moet echt iets verzinnen. Ik heb geen zin in zo'n feestje met ballonnen en papieren hoedjes. Het is allemaal zo vreselijk kinderachtig. Nou, oké, weet je wat ik doe? Ik ga naar Jeff en Karen toe en ik zeg ze dat jij niks van het feestje af weet. Maar als je het wel zou weten, dat je dan absoluut niet zou gaan volgens mij. Omdat je dit soort parties gaat. Ja, okay? Ja, dat lijkt me een goed idee. Zeg ze maar dat een diner met familie en intieme vrienden je een veel beter idee lijkt. De gedachte alleen al dat iedereen tevoorschijn springt en dat ik dan blij verrast moet kijken. Maar ik ziek. Ik zit niet meer op de kleuterschool. Nee, dat klopt. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen, meneer Alberts, maar ik kan niets beloven. Of is het Linda die hierachter zit? Nee. We vormen een blok in deze. In elkaars armen. Voor eeuwig in marmer. Voor eeuwig. Ik ben op weg naar mijn werk, maar kom even kijken hoe het met Annette is. Oh, dan ben je net te laat. Ze is net met de vader mee wat injecties halen voor de reis en een visa regelen. Maar moet jij die dan niet hebben? Nee. Nee, de vader die gaat in mijn plaats. Oh. Nou ja, het is goed dat ze weggaat. Hoe eerder ze uit de buurt van die briefschrijver is, hoe beter. Oh, hij zal ervoor boeten. Ik zweer dat hij de 100-voudig voor zal terugbetalen voor wat hij heeft aangericht. Simon, het is niet aan mij om jou raad te geven, maar pas je op dat het geen obsessie wordt. Hij heeft ons kind vermoord. Wat wil je dan dat ik doe? Het van me afschudden? Hem de andere wang toekeren? Nee. Maar je mag niet het recht in eigen hand nemen. Hij zal zijn straf heus wel krijgen. Vroeger of later loopt hij tegen de lam. Dat is zeker. Ja, daar ben ik zeker van. Daar ben ik heel zeker van. Schiet je een beetje op? Ik ben er bijna doorheen. Oh, fijn. Het is gek, maar ik kan me hier thuis veel beter concentreren dan op kantoor. Ja. Bel jij even dat we er zo aankomen? Schat. Raar, maar Sandra en Diane hebben nog niks van ze laten horen, hè? Nee, maar ze zouden op deze tijd ook niet naar hier toe bellen, maar naar kantoor. Ja, goedemorgen, Kleine Alberts. Ik wou even doorgeven dat wij iets later zijn. Ja, is goed. Tot vraag zo. Of Diane gebeld heeft. Sorry, maar ze heeft al... Nou, dan bel je er even terug. Lieverd, als ze iets had gehoord, dan had ze het wel gezegd. Ik bel de dames zelf wel. Die kunnen toch verdomme wel het fatsoen opbrengen om door te geven dat ze veilig zijn aangekomen. Ze hebben ons beloofd om te bellen. Geef ze nou een kans. Daniel. Ja, ik heb jullie op kantoor geprobeerd te bellen. Ze zeiden dat jullie nog thuis waren. Oh God, is er iets mis? Ja, ik ben bang voor wel. Is er iets met Diane? Nee, met John. Wat is er gebeurd? Heeft hij een ongeluk gehad? Nee, dat niet. Nee. Nou, wat dan? Nou, ik zal er niet omheen draaien. Ik denk dat John Rien Hogedorn chanteert. En hem heeft opgelicht voor 5000 gulden. Weet je zeker dat het hier is? Ja, dit is het adres dat ik gekregen heb.
Nou, het ziet er niet uit dat hier mensen thuis zijn. Ja, toch moet er iemand zijn. Hadden we niet beter in het hotel kunnen blijven? Misschien mogen we deze mensen helemaal niet. Jouw zwemvereniging heeft ons dit familiepensionnetje aangeraden. En ik heb gehoord dat het een heel aardige familie is. Nou, dat zegt niks. We zien wel. Kom. Doodeng, wie weet waar we terechtkomen. Straks hoort iemand je nog. Hallo, iemand thuis? Misschien ligt de hele familie wel uitgemoord op bed. Het kan mij niet schelen wat Rien Hogendoorn of wie dan ook zegt. Het idee dat John iemand zou chanteren is gewoon te belachelijk voor woorden. Nou, om over die insinuerende brieven om maar te zwijgen. Iedereen kan die reistas hebben neergezet. Als het dezelfde tas is geweest, ja, dan moet iemand hem daar hebben neergezet. Oké. Laten we ervan uitgaan dat jij gelijk hebt. Ja? Waarom is hij dan zo plotseling verdwenen? En wat bedoelde hij toen hij tegen Margriet zei dat hij een grote slag zou slaan? Daar kan een hele redelijke verklaring voor bestaan. Ik hoop het. Wat ga je nou doen? Ja, wat kan ik doen? Naar de politie gaan natuurlijk. Nee, het minste wat je kan doen is hem de kans geven zichzelf te verdedigen. Karin, dat zou ik graag doen als hij hier was, maar hij is hier niet. Probeer eens in mijn situatie te verplaatsen. Ja, Daniel, en jij in de onze. Het ziet er ontzettend slecht voor hem uit, maar ik weet dat hij onschuldig is. Ik weet zeker dat hij zoiets vreselijks niet gedaan kan hebben. Oké. Goed, ik geef hem 24 uur, maar als hij er niet is, ga ik naar de politie. Hallo, is er iemand? Ja. Woont hier de familie de Moor? Ja. Oh, jij bent het meisje wat meedoet in de zwemwedstrijden. Ja, ik ben Jan en dat is Sandra, mijn tante. Je tante? Ik dacht dat je met je ouwe heer zou komen. Ja, maar die had geen tijd. Je zult het met ons moeten doen. Doen? Nou, jullie zien in ieder geval beter uit dan ik verwacht had. Dan jij verwacht had? Nou, ik bedoel beter dan haar ouwe heer. Ik zal me even voorstellen, ik ben Mark de Moor, jullie gastheer. Hoi. Zeg, ben jij niet een beetje jong om gastheer te zijn? Dat zie ik niet in. Woon je hier alleen? Op het moment even wel. Mijn vader zit in het buitenland. Oh, dat is leuk voor je vader. Ja, voor zaken. Hij is makelaar. Makelaar? Ja, onder andere in buitenlands vakantieverblijf. Zoeken jullie wat? Nou, nee, dank je op het ogenblik niet, nee. Oh. En je moeder, waar is je moeder dan? Die woont hier niet, zijn ouders zijn gescheiden. Oh, maar ben je hier dan helemaal alleen? Nu niet meer. Wat kom jij doen? Nou wil ik de waarheid weten, al moet ik hem eruit rammen. Jij hebt al die brieven geschreven en jij hebt Annette's ongeluk in scène gezet. Waar heb je het over? Als jij denkt dat je iedereen kan belazen met die brief die je aan jezelf hebt geschreven, dan heb je het mooi mis, vriend. Ik heb je geen moment geloofd. Nee, geen seconde. Dat meen je toch niet serieus, Simon? Dat ik die brief aan mezelf heb geschreven, jij weet wat erin stond. Ja, als die waar was, ja. Waarom ben jij dan niet naar de politie gegaan, net als al die anderen? Omdat ik nog zo'n brief heb gekregen, waarin 5000 gulden werd geëist. Ja, en wie zegt mij dat dat waar is? Dat kan je navragen bij Daniel. Ik heb geprobeerd om die chanteur te betrappen, maar dat is niet gelukt. Maar wel maar dat ik mijn 5000 gulden kwijt ben. Hij is daarmee het land uit, met mijn geld. Maar ik weet wie het is, 100% zeker. Wie? John Alberts. Het geld had ik in een reistas gedaan. En die tas bleek in zijn bezit. En meneer Alberts is opeens naar het buitenland. Met mijn geld. En volgens jou weet Daniel hiervan? Hij zal je alles bevestigen wat ik je nou verteld heb. En waarom heeft hij het mij dan niet gezegd? Waarom heb jij het mij dan niet gezegd? Daniel heeft mij gevraagd om het er met niemand over te hebben. Vooral niet met jou, omdat jij toch al wat problemen had. En weet de politie dit al? Hij gaat vandaag naar ze toe, maar hij wilde eerst met Karin en Jeff praten. Hoe meer je erover nadenkt, hoe aannemelijker het wordt. John heeft altijd al de pest in jou gehad, sinds zijn gedoe met Annette. En mij kan hij ook wel schieten. Het is gewoon een jaloerse, meedogenloze misdadiger. Ik heb geluk dat je mij geloot hebt. Ik ben de eerste van het team. Oh ja? Nou, dat zou je toevallig niet zeggen. De kranten schrijven dat ik de beste kans heb van iedereen van onze ploeg. Ik kan nog wat van me leren, denk je niet? Ik modder liever wat aan in mijn eentje. Het is bijna zeker dat ik in de Olympische ploeg uit zou komen.
Je bent wel een bescheiden type, hè? Ach, maar dat je mijn actie ziet. Over actie gesproken, waar kan Dian vanmiddag trainen? Het zwembad is vlakbij. Ik kan zelf ook een workout gebruiken. Als je even wacht, dan gaan we. Wat een opschepper. Ja, Tom breekt hem inderdaad niet aan zelfvertrouwen, dat moet ik toegeven. Hij is de meest arrogante kwal die ik ooit heb gezien. Maar hij ziet er wel goed uit. Nou, pff, als jij op dat soort types valt, kom op zich. Oh, papa vergeet het te bellen. Dat heb ik beloofd. Ik krijg natuurlijk een aanval als hij dit hoort. Hij doet nou straks als we terugkomen. Maar dan moet je niet tegen hem zeggen dat onze gast hier 20 is en alleen woont. Want dan staat hij morgen op de stoep. Hoe vind je? Prachtig, ja. Een echt kunstwerk. Nou, zover zou ik nog niet willen gaan. Maar kijk, zonder zo'n taart is het natuurlijk niet echt feest, hè? Nee, nee. Denkt u nou dat Arnie het echt leuk vindt? Ja, u kent Arnie toch? Ik bedoel, hij houdt er absoluut niet van om in het middelpunt van de aandacht te staan. Oh, dat is me nooit opgevallen. Ja, u weet toch wel wat ik bedoel? Ik denk dat hij het veel leuker vindt dat we gewoon met z'n allen gezellig ergens uit eten gaan. Met familie en vrienden. Wat een onzin. Nee, kijk, ik bedoel, mijn hoofd staat er nou ook niet na me, nou met dat gedoe met John. Maar hij heeft recht op een feestje met al zijn vrienden, zal hij krijgen ook. Ja. Hij weet het, hè? Nee, nou, niet dat ik weet tenminste, nee. Nou, geef het me toe, hij weet het. Het is typisch iets voor Linda. Ik zou ook geen gelegenheid voorbij laten gaan om iets voor een ander te verpesten. Maar wacht even, ik zeg toch helemaal niet dat hij het weet? Ik zei alleen maar dat ik me afvroeg of hij het wel leuk zou vinden. Ja, kijk, we willen hem alleen maar duidelijk maken dat we het fijn vinden dat hij weer thuis is, hè? Met z'n allen, met zijn familie en met zijn vrienden. Misschien is het een leuk idee als we ons nou verstoppen en dan komen ze binnen. Dan denken ze natuurlijk dat er heel weinig mensen zijn. Ja, ja, ja. En dan met z'n allen surprise, surprise roepen. Leuk! Dat zullen Arnie en Linda ook leuk vinden, net als vroeger op school. Wat een verrassing, kom binnen. Je zult trots op me zijn. Ik ben het niet vergeten. Wat niet vergeten? Nou, je wilde op weg naar het verleden van me lenen. Hier is het. Je vergis je. Iemand anders zal ernaar gevraagd hebben. Huh? Ik was het niet. Ik heb het zelf staan. Kijk maar in de boekenkast. Ik zou toch zweren dat jij het was? Wie was het dan? Erika misschien? Of Harry van Ginneken? Nou ja, degene die het was zal je er wel weer naar vragen. Heb je al wat gegeten? Ja, 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 ja. Je bent het toch niet vergeten van vanavond, hè? Van vanavond? Je zou bij mij eten. En Anita zal er ook zijn. Het is de eerste keer dat je het me zegt. Ik heb het je gisteren nog gevraagd. Ik heb jou gisteren niet gezien. Niet? Nee. Ik wist toch zeker dat ik het je gevraagd had? Nou ja, nevermind. Je komt toch wel, hè? Ik zou het heel erg fijn vinden als jij en Anita elkaar zouden leren kennen. Ik zal er zijn. Ze heeft een goede techniek. Maar de ademhaling is niet altijd goed. En ze is langzaam bij de turn. Ze is denk ik een beetje moe van de reis. Hoe bleef je? Ik doe geen competitie met jou. Ik train voor mezelf. Ja, zeker. Ah, waar is mijn handdoek? Nou, die ligt aan de andere kant. Ik haal hem wel even. Zak. Ah, maar hij is wel goed, dat moet je toegeven. Ja, maar het blijft een zak. Hoeveel is het? Kijk, zeg schat, we zitten wel een week met hem opgescheept, hoor. Dus we zullen er het beste van moeten zien te maken. Het moet mij weer overkomen. Wat doe je? Ga je dan weer in of wou je stoppen? Nee, ik kan beter maar een paar baantjes trekken. Mooie rug. Zeg rustig aan, jochie. Dat er zulke aantrekkelijke tantes bestaan. Val op oudere meisjes. Kan er ook niks aan doen. Natuurlijk wel. Daar kun jij een heleboel aan doen. Ze weten tenminste wat het te koop is.
Ja, ja. Kom al. Helen, wat brengt jou hier? Oh, je hebt me uitgenodigd. Is dat zo? Ja, om te komen eten en je dochter te ontmoeten. Oh ja, 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 natuurlijk. Kom, dan schenk ik even iets te drinken voor je in. Pap, de bel ging. Oh, pardon. Anita, mag ik je voorstellen aan een vriendin van mij van vroeger, Helen Helmink. Papa heeft me veel over u verteld. En mij over jou. Nou, als jullie elkaar even vermaken, dan fris ik me even op. Schenk je even wat in voor Helen, ja? Ik ben zo weer terug. We hebben sherry of whisky. Je verwachtte me niet, hè? Nee, maar daar moet u zich niks van aantrekken, hoor. Dat gaat namelijk altijd zo. Dan nodigt u mensen uit zonder het tegen mij te zeggen. Nou, ik blijf niet lang. Oh, nee, maar u moet wel blijven, hoor. Hij zou het verschrikkelijk vinden als u weggaat. En ik ook, trouwens. Nou, dat vind ik heel aardig van je, maar het lijkt me beter dat... Alsjeblieft. Er is genoeg te eten, echt. Ik reken er namelijk altijd op dat er nog iemand kan langskomen. Weet je het zeker? Echt. Ik ben de kok, dus ik kan het weten. In dat geval een sherry graag. Oké, komt eraan. Maakt het zichzelf gemakkelijk. En weet je zeker dat je niet mee eet? Ja. Ja, ik ga naar boven. Ik ben moe. En jij zou ook eens wat rustiger aan moeten doen. Je ziet er moe uit. Oh? Je moet je niet zo druk maken. Druk waarmee? Je weet wel wat ik bedoel. Je hebt een baan, het is een groot huis, er zijn altijd mensen over de vloer. Nou, gewoon druk. Ja, je zegt dat ik me niet druk moet maken, maar druk waarmee? Ja, weet ik veel. Ik bedoel nog niet iets speciaals. John misschien, Dion. Nou, ik ga naar bed, ik ben moe. Je weet het, hè? Wat weet ik? Van het verrassingsfeestje. Heeft Peter het je verteld? Hoezo, Peter? Nou, hij was hier vanmiddag en hij zei dat jij waarschijnlijk veel liever een besloten etentje zou willen hebben met de familie. Ja, nee, het was Peter niet. Peter heeft het niet gezegd. Nee. Nee, natuurlijk was het Peter niet. Het is ook typisch wat voor Linda. Ja, Josse is gewoon jaloers. Het is allemaal jaloezie. Kom het is nou, de jaloezie op de familieband die we hebben. Zoiets kan je toch onmogelijk geheim houden? Je moet het niemand kwalijk nemen. Hm. Heb jij Rien gesproken? Ja. Ja, ik geef het niet graag toe, maar alles pleit inderdaad tegen John. Hij is weg. Niemand weet waar hij zit. Het geld van Rien is ook verdwenen. En heb je Margriet aan de lijn gehad? Ja, maar die was ook niet zo erg toeschietelijk. In ieder geval nogal onwillig. Ik heb haar daarom gevraagd om vanavond hier te komen eten. Ja, en, ja nou, dan kan ze elke ogenblik komen. Dan ga ik maar even naar het eten kijken. Jeff? Ik geloof het niet. Ik geloof het ook niet. Nee. Er moet toch een verklaring voor zijn? Ja? En hoe was jullie... Ja, dat is Dion. En hoe was jullie reis? Nou, het ging heel erg goed. Sandra rijdt heel voorzichtig. Ja. Ja. En de mensen bij wie? Logeert zijn ze aardig? Ja. Tante Sandra die staat naast me en die wil even wat tegen je zeggen. Moment, ja? Ja. Ze vraagt naar de mensen hier. Hallo, Karen. Hi, dag. Hoe is het? Nou, geweldig. Ja? Prima huis, aardige mensen. We worden op onze wenken bediend. Goh, nou, dat klinkt geweldig. Ga met de Jan nou even. Ja, rustig nou. Hier staat Jeff, die wil ook wat tegen. Oh, nou, goed. Zeg dag. Hallo, Dian. Nee, ik ben het, Sandra. Hallo, Jeff. Nee, we hebben het prima. Ja. Ja, het zwembad is om de hoek, dus dat is reuze handig. Ze heeft vanmiddag al getraind. Ja. De familie de Moor? Nou, ja, maar... ja, wat zal ik zeggen? Heel aantrekkelijke, aardige mensen. Uiterst joviale, zuidelijke types. Kan ik Dian spreken? Nee, sorry. Die zit al hiernaast in de eetkamer. En het eten wordt zo opgediend. Maar... ik zal het de groeten doen, hè? Oh god, nou word ik ook al geroepen. Nou, dag! Nou, ik heb niet echt gelogen. Ja, maar je bent ook niet echt eerlijk geweest. Nee, wat kon ik nou doen? Als ik de waarheid zeg, wordt je vader gek. Zo kinderachtig is hij toch? Ja. Wordt het eten opgediend? Het is heel charmant. Je zult wel trots op te zijn. Het had slechter gekund. Ze is mooi en slim. Dank je. Het eten is over 10 minuten klaar. Ik heb de overklok ingesteld, dus je moet wel even opletten. En het zelf opdienen, oké? Nou, dan ga ik nu uit. Veel plezier. Dag, schat. Dag. Het enige wat je hoeft te doen, is de tafel te dekken. Oh ja. Sorry dat ik wegga.
Maar ik denk dat jullie toch veel liever met z'n tweetjes zijn, toch? Jammer dat je weggaat. Ik had je wel wat beter willen leren kennen. Oh, maar dat komt nog wel, hoor. Ik hoop dat jullie het eten lekker vinden. Vast wel. Oké. Dag. Zeg, ze gaat toch niet om mij weg? Hm? Ik had eerder op de avond de indruk dat ze mee wilde eten. Maar je weet het maar nooit met die jongelui. Waar is ze naartoe? Oh, geen idee. Vrienden. Ik heb het verleerd om daar steeds maar naar te vragen. Maar ze is pas 16. Ja, maar ze is zelfstandig genoeg. Ik heb haar geleerd om voor zichzelf te zorgen en op haar inzicht en intuïtie te vertrouwen. Ik zou willen dat ik dat ook van jou zou kunnen zeggen. Ja, ik kan u niet meer vertellen dan ik al aan Daniël heb verteld. Maar wat is er aan de hand? Waarom is iedereen opeens zo geïnteresseerd in John? Wat heb je precies aan Daniël verteld? Dat John zei dat hij een paar dagen wegging en dat hij de kans had om een flinke smak geld te verdienen. Maar als u me nou zegt waar het over gaat, dan kan ik u misschien verder helpen. Misschien moeten we het toch maar vertellen. Ja. Verschillende mensen in onze kennissenkring hebben de afgelopen tijd anonieme dreigbrieven ontvangen. Waaronder Rien Hogendoorn. Rien? Ja, maar in zijn geval ging het iets verder. Er werd 5000 gulden van hem geëist. Die heeft hij betaald. En Rien is er nu van overtuigd dat John erachter zit. Dat meent u niet? Ja, dat zou ik ook wel graag willen dat het zo was, maar dat is niet zo. Dat is toch te belachelijk voor woorden. Zoiets zou John nooit doen. Nou, dat vinden wij nou ook. Het is fijn om te weten dat je er ook zo over denkt. Maar Rien denkt toch niet echt... Ja, dat denkt Rien wel. En wat erger is, Daniël denkt het ook. En Simon ook. Waarom kom je weer bij mij? Ik ken haar vader. Het is een oud collega van me. Ik dacht, het is het beste als ik hem maar bij jou breng. Het lijkt me zo beschamend voor hem als ik het thuis breng. Jij kunt dat beter doen. Het is tenslotte jouw vak. Oké, prima. Ik breng haar naar huis. Wel, bedankt. Ja, hoor. Dan ga ik maar eens. Ja. Wacht even. Waar kwam jij ook alweer tegen? Oh, in zo'n go-go-tent waar ze topless op de bar dansen. Oh, ik begrijp het. Hey! Nog één vraag. Wat moest jij er eigenlijk? En wat deed jij daar? Niks bijzonders. Ik had er met een vriendin afgesproken om te kijken. Wie weet was het nog wel leuk werk geweest ook. Hé, hey, bedankt voor de lift. Ik bel je morgen, oké? Oké. Dag. Steven, ik ben heel vroeg op pas geweest. Pst, dat je niet zeggen. Misschien luistert iemand mee. Neem een glas whisky, misschien lukt het dan. Goed. Ja, weet ik. Nou, misschien snel. Ja? Oké. Welterusten. Ja. Welterusten. Sta je hier al lang? Ik ben er net. Sta je me af te luisteren? Sluip jij hier nou ook al 's nachts door het huis om mensen hun privégesprek af te luisteren? Mevrouw Albert, jij weet wat jij bent. Jij bent gewoon een mislukt fotomodel. En Robert had gelijk. Ja, Robert had gelijk. Arnie had verstandiger moeten zijn. Hij had niet naar jouw zielige verhaaltjes moeten luisteren. Hij had je daar moeten laten. Je hebt ons feestje ook al bedorven door je zielige jaloezie. En hoe eerder Arnie met jou breekt, des te beter hebben wij het huis ook weer voor ons alleen.